eigenlijk kan je van nul kan je een hele machine in elkaar bouwen. En als er iets met een machine aan de hand is, bijvoorbeeld een storing, dan leer je ook hoe je die storing kan vinden en hoe je het kan oplossen. Het zwarte blokje waar je nou naar kijkt, ja? Dat is elke stap die hij doet. Dus op deze sprint naar stap 36. De mechatronica houdt in mechanisch. En de tronica is van de elektronica, van de elektrotechniek. En die combinatie hebben ze bij elkaar gezet. En dat wordt de monteur die wij het veld insturen. Ik kom hier gewoon 's ochtends binnen. En dan gaan we... Eerst koffie drinken. Eerst koffie drinken, altijd. Mannen, de koffie is klaar. We gaan aan de gang met de elektrotechniek. Die gaan we zo meteen gebruiken bij de motoren. Ja, ik ben nu zelf ben ik al bij de marine terechtgekomen. Zelf werk ik met de torpedo's. Zowel machinebouw als agrarische sector, als onder andere de marine voor de onderhoud van de schepen. Dat is de mechatronica monteur. Nou heb je natuurlijk wel of een ster of een driehoekmotor nodig. Ja. Dus jij moet aangeven waarom heb je deze motor gepakt. Nou, we werken eigenlijk met de vetste dingen, zoals robots, maar we werken ook gewoon met een scootmobiel. Die hebben ook elektrotechniek. Waar ik best wel trots op ben, dat is als je bij een klant komt, er zijn meerdere dingen aan de hand, dat je gewoon kan zeggen van ja, dat kan ik maken. Ga maar kijken of je het doet.